allemaal, welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe extra video. Dit is nummer 4 alweer. Dit keer ga ik het hebben over een avond- en ochtendroutine. Ja, jullie zien, de beelden zijn wat donker. Ik heb de licht aan, maar ik ga eerst de avondroutine opnemen. Ik ben al een stuk vergeten op te nemen, maar dat was mijn tanden poetsen. En douchen film ik natuurlijk niet, want het lijkt me logisch. Dus ik zal zeggen, gooi dat roze duimpje omhoog en we gaan snel aan de slag. Bij de eerste ritueel hebben we nodig de avondlamp. Deze. En de crème. Dus gaan we dat maar even maar doen. Zeker wat harder. En dan als laatste voeden Nourrissant. Dit verdroogt het heel erg droge whisky. Doe ik dus nu op mijn avond. Dit is mijn avondroutine. En ja, ik doe het gewoon lekker in bed. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En je kan het niet goed zien op de camera, maar het crème is ook om zelf een beetje roze. Helemaal mooi voor mij. She's got to save me. Take you through, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She knows in your life. Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do it. En dan ga ik nu zo liggend iPadje kijken. Ga ik slapen. En dan ga ik daarna straks voor jullie de ochtendroutine opnemen. Als het natuurlijk ochtend is. En voor jullie is dat nu. Dus tot straks. En toen was het weer ochtend. Dus het wordt tijd voor mijn ochtendroutine. Ik heb net al even gekeken op de iPad. Nog even vlug. Ik doe de avond- en ochtendroutine wel anders dan elk andere persoon. Waarom? Ieder doet op zijn manier. Het hoeft niet altijd als alle YouTubers. Dus het wordt tijd om op te staan en klaar te maken voor. Altijd even iPadje kijken. Dat heb ik gedaan. Wat ik dan altijd doe op 's ochtends is de raam open doen. Een klein stukje, want het regent. Maar ik zou even gedag zeggen. Mijn kleren pakken. Gisteravond al gedoucht, dus omkleden. Make-up is doen. Mijn haar laat ik dit keer doen. Alleen dat film ik niet. Make-up laat ik het eindresultaat zien. Ontbijten. En ja, en dan is het deze extra video weer afsluiten. Geniet nog maar even van. Deze producten gebruik ik nu voor mijn make-up. Poetsetje van Ira. Dat is een onderwerp. Wel scherpstellen camera. Van Yves Rocher. Mascara van Yves Rocher. Dieperfrei. Oogpotlood van Essence. Wenkbrauw gel van Essence. En dit is mijn favoriet. Net als van Benefit. Net voor mijn wenkbrauwen. Anastasia wenkbrauwpoeder. En een bijpassende kwast om ermee te doen. En die voor het laatst voor na tandenpoetsen. Ja, want ik moet ook nog lunchen. Ik bedoel ontbijten. Dus let's go. Dit is before. En zul ik het straks after laten zien. Als mijn haar alles is gedaan. En dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En
Dus, en dan ga ik vanmiddag nog even voor jullie deze extra video afsluiten. Dan ga ik eerst nog even lekker verder eten. En dan zit het ritueeltje, avond en de ochtend ritueeltje er alweer op. Doe strakjes. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze extra video nummer Lady Pink nummer 4. Dus gooi dat roze duimpje omhoog als je vlogs wilt zien. Kijk op mijn kanaal en abonneer om niet te vergeten. Comment te plaatsen, ideetjes zijn ook altijd welkom. En dan zeg ik zoals altijd, een dikke, vette, lieve power. Peace. Dikke doei!